Wies, we zijn begonnen. Oh, sorry. De 8e vlog. 8e vlog alweer. En deze keer gaan we... Taekwondo doen. Taekwondo. Een zelfverdedigingssport uit Zuid-Korea. Wauw. Ik heb het onderzocht. Zeker. En het vraagt veel discipline. En ja, verder van alles. We gaan het zien. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Stoere sport. Bam. Ga ervoor. Taekwondo is een basis van discipline en respect. Wat je heel veel ziet bij de kinderen die we hier krijgen, dat ze dat nog een beetje missen, zeg maar. Dat ze het hier vanuit die basis meekrijgen. Het fijne is hier, we hebben een groep waarin het al heerst, dus kinderen pakken het makkelijk op. Ze vinden het vaak heel erg leuk omdat ze hele andere dingen kunnen doen dan die ze thuis doen. Kijk, voetballen, basketballen, badminton, dat kun je op het schoolpleintje doen of thuis. Taekwondo niet, dat doe je echt bij een club. Dus daarom is het voor heel veel kinderen leuk om hier dan toch lekker bezig te zijn. Ze zijn fysiek lekker bezig, dus de energie kunnen ze kwijt. Ze gaan dus met elkaar respectvol om. En wat je daardoor ziet is dat heel veel kinderen veel meer zelfvertrouwen krijgen als ze hier een tijdje trainen. Dat heb ik al meerdere keren gezien, kinderen die echt hier aan de kant zitten en nauwelijks mee durven doen in een groep. Die een half jaar of een jaar later gewoon hier op een examen voor een volle zaal een oefening staan te doen. Mm. En dat gaat gewoon hartstikke goed. Het is echt leuk om die ontwikkeling te zien bij ze. Ja. Yeah!
Laters. Dat was leuk. Ja. Ik vond het serieus leuk. Ik ook. Echt gewoon lekker getraind. Goede sfeer. Leuke mensen. Goede slaaptraptechnieken. Ja. En de begeleiding vond ik fijn. Veel geleerd ook voor een eerste les. Zeker. Ja. En ook, gewoon, je werkt een beetje aan je conditie. En kracht. Alles. Uithoudingsvermogen. Ja. Ja. Leuk. Discipline. Ik zou het een keer gaan proberen. Ja, zeker doen. Doen. Hey, kijk of jij voor deze test slaagt. Oké. Daar gaat hij dan. Mind, body. Ha! Tik hem aan. Tik hem aan.